favorietjes van om de 2 meter naar de overwinning te schreeuwen en om een uitverkochte sporthal De Slenk in Den Helder. En hier zien we John Harris in de aanval. Beide teams speelden compleet. Alleen Larry Knight van Nashua Den Bosch had een kleine blessure onderaan zijn knie, maar hij speelde wel mee. Dit is met 8 Jelle Esveld en met 10 Raymond Botsen. In de tweede helft afgelopen woensdag uitblinker en nu een driepunter van Jelle Esveld. Hij is toch wel de man waar het team in Den Bosch op draait. Lang geblesseerd geweest, maar nu helemaal terug. En ook afgelopen woensdag in die eerste wedstrijd speelde hij een klassepartij. Stand is nu op dit moment 33-36. En de strijd ging aardig gelijk op in de eerste helft. Het was ook een leuke wedstrijd, zeker in de eerste helft. Dan weer Dobbeldus Den Helder voor, dan weer Nashua Den Bosch. Het leek te dollen wel, zo ging het op en neer. Balbezit voor Den Bosch in het blauw. En weer Jelle Esveld van heel ver en weer een driepunter. Hij zou er in totaal 3 hebben gisteren. En dit is Bruce Alexander, de Amerikaan uit Ohio. En dit is Ronald Schil, verleden jaar nog bij Weert. Beetje ondergewaardeerde speler, maar toch wel erg goed in dit seizoen. Een geblokt schot, Peter van Noord, maar er werd ook een persoonlijke fout begaan door de langste man van het veld, Henk Pietersen. En dit is ook een ex-Weertenaar, Jos Wolfs, Larry Knight, Rob Korthout. En hij kan scoren. Stond niet in de basis, maar kwam er later in en deed het ook heel aardig. Balbezit Alexander. Bal wordt naar Grieks voorgespeeld en die scoort in 2 keer. En zo ging het maar heen en weer in de eerste helft dus. Den Bosch in de aanval. Mooie bal naar Jos Wolfs. Maar dan onderschept door Ronald Schilp en die gaat er snel vandoor. Marco de Waard. En hij scoort. Scoort in totaal 20 punten gisteravond. En dit is coach Tom Boot, ex-Nashua, ex-international. Vroeger een goede basketballer en nu een uitstekende coach. Evenals de coach aan de andere kant, ook een ex-international Jan Dekker. Dit is Ronald Schilpje, speelt de bal naar Alexander. En de man uit Ohio kan scoren. We hadden een ruststand van 42-43. En dit zijn dan beelden dus uit die tweede helft. De tweede helft die kwalitatief wat minder werd, maar heel emotierijk. Coach Tom Boot had heel wat commentaar tegen scheidsrechters Van Houten en Van Eck. En dat is iets wat Tom Boot toch niet al te vaak meer doet. Ronald Schild scoort hier trouwens voor zijn ploeg. Dobbeldus Den Helder. Na die rust van 42-43 liep Den Bosch uit naar 42-49. En we kwamen er net in bij 50-51. En toen werd de stand 52-51. En dit is Marco de Waard voor een driepunter. En dat lukte hem in dit seizoen al heel wat keren. Maar op een belangrijk moment, bij een 54-51 stand, mist hij. De driepuntenvoorsprong blijft gehandhaafd. Maar dat had het dus 6 kunnen zijn als de Waard had raakgeschoten. Peter van Noord. En hij scoort. Balbezit voor de guard van Nashua Den Bosch, Jos Wolfs. Levert in bij Richie Johnson. 29 punten afgelopen woensdag. Eerste helft niet al te veel gezien, maar in de tweede helft zou die komen. En dit is Larry Knight, de andere Amerikaan. Speelde verleden jaar bij Heidelberg in Duitsland en nu dus bij Nashua Den Bosch. Henk Pietersen, de lange man, maakt een aanvallende fout. De score telt, al geeft scheidsrechter Van Houten aan dat de score niet zit. Van Eck zei, hij telt wel. En ook daar maakte Tom Boot zich heel boos over. Richie Johnson, daar komt hij. Derde keus geweest bij de Detroit Pistons in de NBA. En hij scoort. En zo liep Den Bosch makkelijk weg. Hier een gemist schot van Ronald Schilp. Balbezit Jelle Esveld. Raymond Botsen die de bal opbrengt. En ik zei het al, heel langzaam liepen ze weg, de Bossenaren. Ondanks die 2,2300 man die vurig liepen te schreeuwen voor Den Helder. Larry Knight speelt de bal naar Jelle Esveld en die scoort. Hier is hij, Jelle Esveld. Op het moment dat hij afgelopen woensdag in de eerste wedstrijd in de wedstrijd kwam, was het bekeken voor Den Helder die toen 16 punten voorkwamen. In de eerste helft van deze wedstrijd heeft Den Helder ook zo'n puntje of 8 voorgestaan. En toen kwam Esveld er weer in. En hij motiveert dat team. Een drive die misging, maar dan is er Richie Johnson. De drive was eerst van Larry Knight, maar Richie Johnson pakt de rebound en scoort. Gisteravond 22 punten. En pas 22 jaar. En hier dan een andere zaak. John Harris maakt een aanvallende fout. Scoren telt.
Maar later zou een aanvallende fout van John Harris niet tellen. En dat was dan ook iets waar Tom Boot zich redelijk kwaad om kon maken. Hij zei van, ja, het lijkt wel alsof die heren uit Den Bosch bevoordeeld worden. Ik heb het daarna nog met Van Houten over gehad, de scheidsrechter. Hij zegt, ja, die jongens staan gewoon beter op hun benen van Den Bosch. Het is natuurlijk waar je naar kijkt. De score was dat van John Harris. Stand 58-63. Raymond Botsen. 58-65. En dat op de driekwart van de wedstrijd ongeveer. Balbezit weer voor Raymond Botsen. Richie Johnson van ver. En dat kan hij ook. Niet alleen onder de borden heerste die, maar ook van ver kan hij heel aardig schieten. En dit is Jan Dekker, de coach. En dan zien we de stand 69-82. Korthout. Jelle Esveld, helemaal naar de andere kant. Raymond Botsen. Die verliest de bal aan Schillip. Levert hem in bij Alexander naar Marco de Waard. 1,93 lang en legt hem zo met een dunk in het netje. Toen was het 71-82 en hier de score van Henk Pietersen. 2,11 meter lang, 2 jaar in Amerika gebasketbald. En hij mag een bonusvrije worp nemen. En nu zag het resultaat. Raymond Botsen. En dan is het eigenlijk al gebeurd. Want dan is er zo'n 12 punten verschil. Raymond Legrand. Hij scoort 77-89. En dan lopen we tegen het eind van de wedstrijd. We zitten in de laatste minuut. Balbezit. Raymond Botsen. Van ver. Hij mist. Rebound Peter van Noord. Levert in bij Alexander en in de laatste seconde doet hij hetzelfde wat hij afgelopen woensdag deed. Een driepunter, maar het was te laat. Ondanks die driepunten van Bruce Alexander wordt de stand zoals hij nu op het scorebord staat 80-89. Dit was de laatste seconde. Hele belangrijke overwinning, misschien wel de belangrijkste in de play-offs. Nashua Den Bosch wint in Den Helder voor 2200 toeschouwers met 80-89. En daar zien we Richie Johnson, de topscorer van de wedstrijd met 22 punten. Aanstaande woensdag kan Den Bosch dus landskampioen worden.